Oké, dan, we gaan het hebben over de rechtsstaat. En nou niet meteen wegzeppen, hè? Ah, en dan toch doen, hè? Ah, kut. Zijn ze weg? Zijn ze naar Ivonie? Ja? Oké, we wachten wel even, ja. Het is met Ivonie, dus die komen zo weer terug. Ja, daar zijn ze weer. Nou, hartstikke leuk. Komen nog een paar mensen terug? Ja, iedereen is er weer. Mooi. Oké, we gaan het hebben over de rechtsstaat. Want advocaten hebben het moeilijk. En bij advocaten dan denk je misschien aan van die miljonairs met driedelige auto's en een vermogen aan oogpotlood die dan bij Jinek zitten om dingen te zeggen als... Dat zijn uw woorden. Maar er zijn ook nog andere advocaten, namelijk sociaal advocaten. En die hebben het dus moeilijk. Hoe nijpend is nou op dit moment de situatie hier op dit kantoor? Heel nijpend. Wij overwegen zeer serieus om er volgend jaar mee te stoppen. Ja. Er komt gewoon te weinig geld binnen. Ja. Dus ja, we checken elke dag een paar keer ons saldo en daar worden we niet vrolijk van. Tip, je saldo niet meer checken. En je denkt, huh? Je bent een advocaat en je verdient geen geld. Hoe kan dat? Nou, sociaal advocaten zijn advocaten voor mensen die geen geld hebben voor een advocaat. Dat klinkt ook wel als een lastige business. Ja, ik ben zelf ooit een handeltje begonnen in privévliegtuigen voor mensen die zelf geen privévliegtuig konden betalen. Ging heel hard, maar na een paar jaar was de bodem bij mij wel in zicht. Ja, maar bij sociaal advocaten is het gelukkig iets beter geregeld, want die worden grotendeels betaald door de overheid. En daardoor kunnen ook mensen die niet zoveel geld hebben toch een advocaat krijgen als ze in de problemen zitten. Bijvoorbeeld als je bent ontslagen, of je hebt problemen met de huisbaas, of je gaat scheiden, of alle drie. Schat, je maakt het uit omdat je een ander hebt. Wacht even, mijn baas belt op de vaste lijn. Met Arjen! Maar ook als je... Nee, ik snap hem zelf ook niet. Maar ook als je bijvoorbeeld wordt genaaid door de overheid, dan kan je hulp krijgen van een sociaal advocaat. Deze mevrouw die had het bijvoorbeeld aan de stok met de gemeente Rotterdam. Ik heb gewerkt, ondanks mijn bijstandsuitkering. Ik zou volgens de gemeente dat niet op tijd en vrijwillig hebben gemeld aan hun. Maar dat was wel zo? Ja, absoluut. Wat was er nou gebeurd als jij geen hulp had gehad van een sociaal advocaat? Dan had ik een heel groot probleem gehad en was ik dakloos geweest nu. Ja, en sociaal advocaten zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ruim 37% van de Nederlanders, dat zijn dus miljoenen mensen, komen in aanmerking voor een sociaal advocaat. Dat is op zichzelf een mooi systeem, maar dat is dus langzaam aan het instorten. Hier, Enschedese advocaat voor de armsten sluit haar praktijk uit armoede. En Rotterdamse advocaten Carrie stopt ermee. Dat is, ja... Bij sociaal advocaten gebruik je alleen de voornaam, hè? Je hebt, ja Moskowitz, Spong, Hammerstein, Curry. Dat is wel heel anders. En ze zijn niet de enige die ermee stoppen. Er zijn steeds meer advocaten die hier noodgedwongen mee stoppen, omdat ze het gewoon niet meer kunnen bolwerken. Mm-hmm. Ze houden te weinig inkomen over om hun hypotheek te kunnen betalen. Het is leuk, hè, hoe Dries Roelvink echt een serieuze kant op is gegaan. Lekkere carrière. Maar sociaal advocaten die haken dus af omdat ze te weinig verdienen. Maar er komen ook nog eens te weinig nieuwe bij. Hier, bijna de helft van de advocaatstagiaires die van plan waren de sociale advocatuur in te gaan, zien daar nu vanaf. En dat snap ik ook wel, want een advocatenopleiding is al heel erg duur. Dat kost ongeveer 18.000 euro. Dan wordt er ook tegen me gezegd, volg je hart. Maar ik heb niet ergens 18.000 euro in mijn hart zitten. Nee. Ik heb 18.000 in mijn hart, ik betaal me blauw. Oh, Howard Komproe. Ik weet nooit hoe het verder gaat. Gênant. Goed, de opleiding kost dus 18.000 euro. Maar hoeveel zou ze dan gaan verdienen? 2.053 euro per maand. Dat is evenveel wat je zou verdienen bij de HEMA. Alleen dan zou je dan niet 8 jaar daarvoor hebben gestudeerd. Nee, want HEMA-studies is maar 4 jaar. Hè? Ja. Heb ik zelf ook gedaan. Mijn scriptie ging over rookworst en gender. Team gekregen. Sociaal advocaten die haken dus massaal af, waardoor er straks voor bijna 40% van alle Nederlanders niet genoeg advocaten zijn. Degene die dit moet oplossen is de minister voor rechtsbescherming. Kut, het is Sander Dekker. Ja. Dat is wel een beetje flauw. Dit is 7 jaar geleden. Hier had hij 1 arm in een Mitella. Hebben we niet een betere foto? Ja, dit is beter. Veel beter. Maar goed, er is dus te weinig geld voor sociaal advocaten. En dan zou dus de oplossing kunnen zijn meer geld. Veel advocaten zeggen, de oplossing is gewoon nog eens een keer heel veel extra geld erbij. En ik zie dat anders.
Ja, Dekker die ziet het anders. Die wil niet nog een keer heel veel geld erbij. En dat snap ik ook. Als je ergens al heel vaak heel veel extra geld tegenaan smijt, dan is het een keer klaar. Maar dat heeft Sander Dekker helemaal niet gedaan. Er is juist tientallen miljoenen bezuinigd. Onder andere door een van zijn voorgangers, deze buschauffeur. Dit is Fred Teven. Hier in slechtere tijden, namelijk nu. Maar ooit was hij een staatssecretaris. Hij was een echte VVD-crimefighter, dus zijn droom was hardere straffen. Maar hij zat toen in een kabinet met de PvdA en die wilde dat niet. En toen verzon hij een list. Hij besloot dat op een andere manier te regelen, via de achterdeur. En juist Fred zou moeten weten, de achterdeur is geen ingang. Mevrouw. Mevrouw. Achterdeur. Hier langs. Maar toch bedacht Fred toen een vrij sneaky plannetje om zijn zin door te drijven. Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zoveel, die verdediging. Dus Fred Teven wilde minder goede rechtsbijstand met als doel dat mensen dan minder goed worden bijgestaan. Stel je voor dat hij als buschauffeur op dezelfde manier te werk gaat. Dan heb je dus een buschauffeur die de rechtsstaat kapot wil maken. En Sander Dekker is ondanks alle problemen niet van plan om de bezuinigingen van Teven terug te draaien. Sander Dekker is meer iemand die zegt, die sociaal advocaten, die moeten gewoon wat minder sociaal zijn. Want nu helpen ze de mensen heel goed, maar dat kost tijd en daar is geen geld voor. Wat ik ook zie is dat sociale advocaten, omdat ze het hart op de goede plek hebben zitten, vaak veel meer doen voor iemand die een probleem heeft dan alleen maar dat juridische. Maar er zit voor een deel ook het probleem in. Ja, daar zit het probleem in. Maar Sander Dekker doet nu alsof die advocaten ook nog even de hond van hun cliënt uitlaten. Zo, takkie, 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 ik heb je hond uitgelaten. Maar in werkelijkheid krijgen sociaal advocaten nu al te weinig uren uitbetaald. Want voor elke standaardzaak staat een vast aantal uren die een sociaal advocaat krijgt vergoed. Bijvoorbeeld echtscheiding met nevenfort. Dat is een ruzie in het stelletje met een tweede autootje, dacht ik. Maar het is een ingewikkelde echtscheidingszaak. En daar staat dus 10 uur voor. Maar dat kan helemaal niet. Dat aantal uren stamt nog van meer dan 20 jaar geleden, toen een scheiding bestond uit jij de magnetron en de kinderen, ik de fax en de Saab 9000. Midlife crisis, hier ik kom. Inmiddels is een scheidingszaak veel ingewikkelder en kost het gemiddeld 21,5 uur. Maar ze krijgen nog steeds maar 10 uur uitbetaald. En Dekker zegt dus, doe je werk dan wat slechter. Dat kan prima, ik doe het zelf ook. Ik ben minister van Rechtsbescherming, dat betaalt heel goed. Als je nou gewoon heel matig doet, hou je zeeën van tijd over voor precies hetzelfde geld. Racefietsje kopen, bam, bam, bam. Au, Mitella's. Maar Dekker heeft nog een idee. Ik zie dat de oplossing is, hoe zorgen we voor minder zaken die uiteindelijk bij de rechter belanden? Ja, Dekker heeft een ambitieus plan om de rechtshulp open te stellen voor niet-advocaten zoals verzekeraars en mediators. Want volgens hem zijn er nu te veel rechtszaken. Sterker nog, dat is volgens hem de laatste jaren enorm toegenomen. Dit is een kaartje van de stijging van de aantallen zaken. Dus ja. Het laat iets zien over dat het beroep op gesubsidieerde advocaten enorm is toegenomen. Ja, nou, wat u zegt, het aantal beroepen of het aantal zaken is enorm toegenomen. Wat we hier zien is een stijging vanaf 2006, 2007. Maar eigenlijk, meneer Dekker, zie ik vanaf 2010... 10 jaar lang een gelijkmatige beroep op de rechtsbijstand, zelfs een iets dalen. Ja, je ziet dat het wat afvlakt. Ja, je ziet dat het totale bullshit is wat ik zeg, maar het punt blijft wel staan natuurlijk. Ja. Dus degene die erover gaat, weet blijkbaar niet dat er de afgelopen jaren heel veel is bezuinigd en denkt dat het aantal zaken steeds maar toeneemt, terwijl dat 10 jaar niet meer zo is. En er komt nog bij, ook al wist hij wel waar hij het over had, dan nog is de vraag of hij er neutraal naar kan kijken. Want de overheid bepaalt niet alleen het beleid, ze hebben ook een belang. Want 60% van alle zaken in de sociale advocatuur zijn zaken tegen de overheid. Dus dan denk je bijvoorbeeld aan die mevrouw die door de gemeente werd benadeeld. Of de toeslagenaffaire. He, mensen met weinig geld die verdrinken in de regeltjes van een overheid die ook nog eens grote fouten maakt. Voor die mensen zijn sociaal advocaten onmisbaar. De overheid is dus eigenlijk zijn eigen tegenstanders aan het verzwakken. Dus alsof Federer tegen Nadal zegt, geef dat racket maar even hier. Jij speelt vandaag met een spons.
Succes. 15 love. Kijk, prima dat minister Dekker uiteindelijk minder rechtszaken wil. Dat is prima, maar dan moet er wel een goed alternatief zijn. Maar dat plan wat hij nu heeft staat nog ter discussie en is ook nog helemaal niet in werking. Zou iemand dat misschien in een mooie verbouwingsmetafoor kunnen samenvatten? Ik begrijp het ongeduld, maar ik ga niet het dak repareren als ik van plan was nog een uitbouw aan mijn huis te zetten. Ook niet als er emmertjes onder staan. Precies. Er staan overal emmertjes, want het dak is lek en Dekker staat nu zeiknat te dromen over zijn nieuwe aanbouw. He, wat hij nu doet is het huidige systeem uithollen, zodat de mensen met weinig geld nu geen advocaat meer kunnen krijgen. En veel mensen zijn boos op Dekker, van Denk tot 50+. En van Denk weet ik dat dankzij een betoog van Farid Azarkan. En van 50+ door de instemmende lichaamstaal van Henk Krol. Want als in bijna 2/3 van de gevallen de overheid de partij is waar tegen de burger procedeert, en dat loopt in de laatste jaren op, zoek dan uit waarom dit gebeurt. Dan kom dan met een plan om dat te verbeteren. En dan lekker op bezoek gaan bij de verzekeraars, samen nog een spotje opnemen. Een soort verkapte liefdesbetuiging. En het lijkt wel of die onder één hoedje speelt met die verzekeraars. Want die zijn dik tevreden. Zo'n beetje de enige die tevreden zijn met de plannen van Sander Dekker. Dit lijkt me zo verwarrend. Als je een betoog houdt en Henk Krol zit mee te knikken, dan denk je toch gaandeweg, heb ik mijn feiten wel op orde? Meneer Krol, wilt u stoppen met instemmen? Ik word hier heel onzeker van. Oké, maar toch even, duivel van de advocaat. Heeft Sander Dekker dan echt helemaal geen ene ruk gedaan? Nou, jawel, klein rukje. Hij heeft in december eenmalig 73 miljoen euro uitgetrokken voor de sociale advocatuur. En dan denk je, wauw, dat is best wel wat, maar het is niet genoeg. Dat zegt Farid, dat zegt Henk en dat zegt de sector. Maar hij heeft ook zelf een onderzoek laten doen door een commissie. En volgens zijn eigen onderzoekscommissie moet er elk jaar 127 miljoen euro bij om sociaal advocaten een normaal inkomen te geven. Dus dat dak, dat lekt nog steeds. En het enige dat Sander Dekker zei was, als je nou een vuilniszak pakt, 3 gaten erin, hoofd erdoor, komt alles goed. Zo klinkt hij. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat ook de minder rijke helft van Nederland een advocaat kan inhuren als ze die nodig hebben? En ik heb erover nagedacht. En wat we eigenlijk nodig hebben is een minister voor rechtsbescherming. Maar het probleem is, die hebben we al en het is Sander Dekker. Dus wat we eigenlijk nodig hebben is een minister voor bescherming tegen de minister voor rechtsbescherming. En dat wordt een heel zwaar departement. Zo, wat ga jij doen? Ik heb Sander Dekker in mijn portefeuille. Mijn hemel, wat een klus. Ja, I know, ja. Dat ministerie zit toch in dat gigantische gebouw? Ja, ja. En op die manier krijgen de mensen met het hart op de juiste plaats weer de waardering die ze verdienen. Dat is mijn uitspraak en daarmee zult u het moeten doen. Steeds meer Nederlanders abonneren zich op dit kanaal. Dat blijkt uit cijfers van het Wereld Natuurfonds. Wilt u zich ook abonneren? Vraag naar de voorwaarden op youtube.nl of klik hier.